Nieuwe Nuts staat voor innovatieve projecten die lokaal beschikbare grondstoffen op een duurzame manier inzetten. Hier in Borculo gaan ze een stap verder door beschikbare afvalstoffen up te cyclen naar waardevolle producten en energie. Afvalwater uit woningen en uit de tuinbouw is lastig te zuiveren. Afvalwater met veel stikstof en fosfaat bijvoorbeeld mag niet zomaar het riool in. En rioolwaterzuivering is een kostbare aangelegenheid. Maar met algenkweek kunnen we daar iets aan doen. Karel, algen helpen bij het optimaliseren van ons watermanagement. Hoe werkt dat? Ja, dat is heel makkelijk. Zoals je kunt zien, algen groeien in water. Dus als je met voedingsrijk water bezig bent, waar veel stikstoffen in zitten en veel fosfaten in zitten. Afvalwater daar, eigenlijk? Afvalwater, nou, daar groeien algen dus op. En nou, ze maken het water helemaal schoon. Dus als je de algen eruit haalt, dan haal je schoon water over. Ja, precies. En kun je dan spreken eigenlijk van een gesloten kringloop? Ja, als je het aansluit bij bijvoorbeeld een glastuinderij of een varkenshouderij bijvoorbeeld, dan kun je dus kringlopen sluiten. En dan kan dat schone water kan weer benut worden. Dus het afvalwater wat een glastuinder bijvoorbeeld produceert, dat maken de algen schoon en het gaat terug schoon de kas weer in. En kun je mij ook laten zien hoe nou echt algen gekweekt worden? Ja, dat kan ik laten zien. Dan moet je eventjes meelopen. Nou, dit is dan de kraamkamer, zoals wij dat noemen, waar dus de jonge algjes worden opgekweekt. Hier begint het? Hier begint het. En wat gebeurt er dan hier binnen? Dat is heel simpel. Dit heet een fotobioreactor. Dat zijn buizen. Daar enten we de basisalgje in. Dat zijn een paar celletjes. En die vinden het heel lekker, heel mooi. Dan kun je heel makkelijk groeien. En na een paar celdelingen dan laten we ze los. En dan gaan ze de vijver in. En daar kunnen ze verder groeien. Dat is helemaal lekker dik worden. En dan oogten we ze. Maar je zou het ook direct in de vijver kunnen doen? Of waarom kwek je hier voor? Omdat we eigenlijk een commerciële firma zijn. En we moeten aan het einde van de maand, einde van het jaar, moeten gewoon op zo laag mogelijk kosten zoveel mogelijk algen. En dit werkt gewoon het beste. Ja, precies. Wat kun je uiteindelijk doen met al die algen die jullie dan hebben? Nou, de algen die we hier kweken, dat is, daar maken we hoofdzakelijk poeder van. We hebben ook wat klanten die het vers willen hebben. En dan gaat het eigenlijk naar bedrijven die het verder verwerken in de vogelzaadindustrie, in de cosmetica, in de voedingssupplementen. Ja, dus je kunt het ook gewoon opeten? Het is gewoon een voeding, het is een groente. We hebben ook een aantal klanten die het bijmengen in de boerenkool of ook een klant die het in de appelsap stopt. En omdat we ook vers kunnen leveren en ook poeder kunnen leveren, kunnen we dus echt helemaal voor de klant, of het nou een Friesland Foods is of iemand anders, dan kunnen we dat doen. En is het dan financieel ook rendabel? Ja, rendabel, zeker. We zijn heel klein, moet je natuurlijk starten. En wij noemen dat innoverend investeren. Dat betekent dat we altijd klanten hebben en dan het geld binnenkomt, investeren we weer. We hebben nu inmiddels 8 man in dienst en het loopt goed en we houden voldoende over om toch, laten we zeggen, die push naar voren te maken. Dus het is en goed voor het milieu en goed voor je portemonnee. Ja, het is en goed voor het milieu en goed voor je portemonnee. En uiteindelijk, als de algenindustrie verder komt, is het ook goed voor Nederland. Algen, het groene goud. Met algenkweek verbinden we agrarische bedrijven met de cosmetische en voedingsindustrie op een duurzame manier. Het mes snijdt daarbij aan vele kanten.